Nee, Boscha Koudelje, verliezen kan en mag in de Kuip. Maar op deze manier moet jij jezelf ook achter de oren krabben, denk ik, wat jouw team heeft gepresteerd. Als je kijkt terug naar de eerste helft, waren we niet in staat om onze spullen te maken. En waren we niet in staat om de taken uit te voeren. Aanvallen heel weinig gebracht. Aan de kant ook verdedigen. Moesten we gewoon veel eerder gewoon storen om te proberen gewoon de lange bal eruit te halen. Maar de eerste 13 minuten gebeurde bijna niks. Daarna in 2 minuutjes gewoon makkelijk gewoon goals weg. Hè. Maar voor die 2 goals had Feyenoord ook al 2 goede kansen gehad. Ja, oké. Normaal kan je ook verwachten, want Feyenoord is toch een goede team. Wist je van tevoren, dat wordt niet makkelijk, dat wordt moeilijk om te winnen. Maar in ieder geval moesten we gewoon beter taken uitvoeren om te moeilijk maken voor Feyenoord. Tweede helft aanvallen iets meer gebracht. Krijg ook makkelijk derde goal tegen, met slecht dek in de 16, makkelijk voorzet via zijkant. Daarna aanvallen iets meer gebracht, meer balbezit dan de eerste helft. Misschien kwamen we ook terecht op 3-1. Daarna hoop je op tweede goal 3-2 te maken, maar toch weinig. Wat was het plan eigenlijk van NAC hier in de Kuip? Ja, het was het plan om te moeilijk maken, was het plan om te verrassen, vroeger storen, af en toe gewoon terugzakken, kopal bij elkaar blijven, goede organisatie bewaken, daarna proberen gewoon momenten benutten. Dit heb ik te weinig teruggezien, met name eerst zelf. En waar lag het dan aan? Ja, waar lag het gewoon? Moeten we gewoon nog meer oefenen, gewoon keihard werken, gewoon die taken uitvoeren en kapot bij elkaar blijven. Gewoon proberen gewoon een stapje vooruit te maken. Aan de kant wist je van tevoren dat het tegen Feyenoord zou niet makkelijk zijn. Nee, Feyenoord in de Kuip, ik zeg het al, kan en mag je verliezen. Maar ik had het idee dat ook het heilige vuur, het geloof in een goed resultaat, niet aanwezig was bij NAC. Oké, die geloof moet je altijd hebben voor elke wedstrijd. Niet. Dat snap ik, maar was het geloof aanwezig? Heb je die indruk gehad na zijn eerste helft bijvoorbeeld? Ja, was gewoon te weinig. Ja. Want begon af en toe slapig, niet te gedreven, niet te scherp in de doelen. Dus je moet wel heel agressief gewoon zijn. Beter anticiperen, heel compact en gewoon niet achteruit lopen. Nog beter gewoon dek in de 16. Dus dat betekent dat we moeten nog veel dingen gewoon verbeteren. Aan de andere kant. Heb ik ook goede dingen gezien, zeker met name de tweede fase, tweede helft. Dus wat dat betreft, gewoon een positief blijven. We hebben een zeer belangrijke wedstrijd volgende week tegen NEC thuis. Ja, dat wordt een hele belangrijke wedstrijd. Maar eventjes terugkomend op deze wedstrijd. Je zegt elke keer, de supporters moeten geduld hebben, het gaat wel komen. Maar het moet wel een keertje gaan komen natuurlijk. Dat klopt, ja. Dat heb ik ook altijd gezegd. Dus als ik analyseer, is het 4 wedstrijden. Waren wij niet slechter dan de tegenpartij, alleen maar vanavond wel. Vandaag tegen Feyenoord, maar is het 3 wedstrijden, waren we niet slechter. Dus kon je ook makkelijk gewoon 9 punten hebben als je analyseert, is het 3 wedstrijden. Maar dus heb je 1 punt, dus te weinig. Aan de kant, wat ik zei, gewoon net, goed gewoon vooruit kijken. In de volgende wedstrijd is gewoon zeer belangrijk voor ons. Ik zie jou veel wisselen op het middenveld. Hè. Vandaag ook weer een andere basisopstelling dan in de wedstrijden daarvoor. Door de week aan de kant heb je te maken ook met de tegenstander. Iedereen is zijn fiets, elke positie gewoon dubbel bezet. Af en toe moet je ook een goede balans maken, dan moet je keuze maken. Dus dat is gewoon reden. Ja, ik snap dat je keuze moet maken, maar je zegt ook van ja, er moet meer automatisme komen. Het moet allemaal meer vanzelf gaan. Als je elke keer wisselt, wordt dat dan niet lastiger? Dat wordt lastig. Aan de kant moet je ook positief blijven, want elke wedstrijd is gewoon een andere situatie. Elke wedstrijd moet je op een andere manier benaderen. Dus volgende week we gaan gewoon goede voorbereidingen maken tegen NEC, dan even wachten tot het laatste moment. Jij weet hoe het werkt bij NAC, hè? De druk zal nu alleen maar toenemen, zeg maar, op het team. En die wedstrijd tegen NEC volgende week vrijdag, die zal heel erg belangrijk zijn. Dat is zeer belangrijk, niet alleen tegen NEC, elke wedstrijd is gewoon zeer belangrijk. Dus moet je niet zo denken, dat is gewoon een finale voor ons. Dus wat jij gewoon positief blijft en gewoon kan je gaan werken. En ik probeer gewoon de beste gewoon eruit te halen tegen NEC.